Iedere gloedwielde straat vanuit Loosdown. En dit keer gaat het over Prinsjesdag. Wat gaan we vragen aan de mensen? We gaan vragen aan de mensen of het nieuwe kabinet wat die wel moet doen. Niet waar ze mee moeten stoppen, maar wat ze wel moeten doen. Laten we dat vooropstellen. We gaan het vragen aan de mensen. Nieuwe kabinet is een goede vraag. Meer voor de ouderen. Betere zorg, want dat is echt treurig. Dat slaat eigenlijk nergens op. Zoals die oude mensen eens in de week een keertje een douche kunnen nemen en noem maar op. Dat is... Kijk, we komen allemaal zelf ook een keer aan de beurt. Maar dit is echt nodig. Dat was echt een goede vraag voor mij ook, dit. Daarom pikte ik je er ook uit. Precies. Wat moeten ze wel gaan doen? Ja, ze moeten doen wat ze tot nog toe niet gedaan hebben. En ik denk dat het hele vluchtelingenvraagstuk, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat ook die mensen een plekje krijgen in de samenleving. Alleen je zit altijd met het probleem van de economische vluchtelingen. Maar ga maar zelf eens kijken als je zelf die omstandigheden verkeert. En veel mensen zijn er tegen. Maar ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Ik denk dat ze het beste... We kunnen alles. We gaan naar de maan, we gaan naar Mars toe, weet ik veel wat. En dat kan dan niet. Nee. Die directeuren moeten minder verdienen. Ja? Van die goede instellingen zo gezegd. Die hebben huizen overal en boten en personeel. En dat moeten wij betalen. Want nou wordt die zorg weer duurder, eigen bijdrage. Ik vind het schandalig. Ik laat dadelijk mijn mondje leeg trekken, want dan ben ik van mijn tandarts tot kosten af. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nu op dit moment er niet zo mee bezig ben. Omdat het ook zo'n rommeltje is en ik heb zoiets van laat ze gewoon in ieder geval goed samenwerken. En Een hele rare vraag, maar wat is de oplossing? Ja, dat is juist het probleem, hè. Dat weet niemand. De stroom is te groot. Ik denk niet dat je het oplost. Ik denk dat met name in het land van waar ze vandaan komen, dat ze daar in principe moeten blijven en dat daar dingen moeten veranderen. Maar ja, dat is heel ingewikkeld. Dat kunnen wij niet. Ik denk dat je het bij iemand anders gaat vragen, want ik wil mijn mond niet voorbij praten. Blijkbaar. Mag hoor. Nee, ik let goed op wat ik zeg. Veel mensen kennen mij, dus ik moet oppassen wat ik zeg. Ik betaal nou geloof ik iets van €40 voor mijn tandarts. Nou, laat ik toch leeg trekken. Doe ik een kunstklapper in. Dan hou ik mijn kosten weer in mijn zak. Dat denk ik dan eigenlijk, ja. Ja, maar er is niet iets op dit moment waar ik denk van nou, dat zou ik heel graag anders zien, nee. Nou, ik denk dat je het anders moet organiseren. Met name de hand aan het bed, dat is natuurlijk op het moment een groot probleem. Wat men tegenwoordig zegt van de cliënt moet centraal staan, dat is op zich zo, maar ik denk dat het veel belangrijker is dat het personeel centraal staat. Er mag zeker wat gebeuren, want ik denk dat het zo niet helemaal goed gaat. Maar ik zie het heel zwart in voor de jeugd van tegenwoordig. We hebben 3 kleinkinderen. Daar ben ik best bang voor. Ja. Zou het erger worden, denk ik? Denk het wel. Wanneer het personeel plezier heeft in het werk en voldoende geschoold is en opgeleid, dan komt het ten goede aan die patiënt. En ja, ik denk dat er ook in dat management veel lagen uit moeten. Want daar gaat natuurlijk een hele hoop geld heen. En ja, tegenwoordig heb je zelf sturende teams. Daar komt nauwelijks management aan te pas. En dat is denk ik een ontwikkeling en een kant die het op moet. Allemaal houden ze elkaar de handje boven de hoofd. En je moet maar stemmen. Wat is er nou van het stemmen overgebleven? Toch helemaal niks? Als je ergens op gestemd hebt, dan... Er loopt even een blinde meneer langs. En dat, sorry voor het interview, maar... Maar een, hoe heet het? Waar had ik het over? Oh, je stemt ergens op en dat wordt gewoon niet gekozen. Het referendum wat we toen gehad hebben. Nee stemmen en dan ja doen. Ook van de Oekraïne bedoel. Ja, nou dat slaat dan nergens op. Nou, zo is het dus dadelijk met stemmen ook gewoon. Je stemt op die en die partij. Ja? En wat doen ze daarmee? Ze frommelen hem gewoon helemaal weg.